Als u uw bedrijf verkocht heeft, ja, dan is uw kernactiviteit gewijzigd. U hebt uw bakkersbedrijf verkocht, u hebt uw slagerij verkocht, u hebt uw machinefabriek verkocht. Waar u deskundig was, u was specialist op dat terrein en had u niemand nodig om u te vertellen wat u moest doen. Nu zit u geconfronteerd met een vermogen en is uw kernactiviteit, is uw core business geld. En waar u in het verleden gewend was activiteiten in te huren waar u niet deskundig was, ik noem bijvoorbeeld uw advocaat, een accountant, een fiscalist, hebt u nu deskundigheid nodig op uw core business, omdat dat uw specialiteit niet is. Dus u hebt een vermogensbeheerder nodig die u helpt bij uw core business.